vandaag zit ik hier samen met Justin Timmer. Justin werkt bij het netwerk Systeem Innovatie. En daarnaast biedt hij als ZZP'er workshops aan over het systeem denken en spelen met en laten zien van natuurlijke principes. Daarnaast zal hij binnenkort online een boek publiceren met de titel Book of Living. Welkom Justin. Dankjewel. Hartstikke leuk dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn ook en op deze podcast. Ja, nou, om te beginnen. Ik heb jouw website bekeken en ik zag wat jij allemaal doet. Hè? Je tekent, je schildert, je fotografeert, je schrijft en je werkt met diverse materialen. En het was zoveel en echt bizar veel. En ik dacht, ik heb hier echt te maken met een zeer creatief persoon. En we hebben elkaar een paar keer gesproken hiervoor. En ik kreeg wel het idee dat je hoogsensitief bent. Hoe denk jij daar zelf over? Ja, nou, ten eerste bedankt voor je soort van complimenten. Dat is staat veel op mijn website en daar ben ik ook wel bewust van. Ik publiceer dan gewoon alles en op veel verschillende richtingen. Ik ben daar eigenlijk zelf niet zo heel veel mee bezig of ik hoogsensitief ben of hoogbegaafd, hadden we het dan ook over. Mijn vriendin zei eigenlijk eergisteren dat zij dacht dat ik niet hoogsensitief was. Ik weet niet, ik twijfel zelf een beetje, maar ik weet ook niet zo dus heel goed helemaal de definities. Misschien kan je me daar dan een beetje mee helpen. Maar sensitiviteit is wel een van mijn, eigenlijk ook wel hoofdonderwerpen, ook wel in mijn boek ook. Maar dat ligt een beetje aan ook hoe je het dan definieert. Maar ik zie sensitiviteit als zeg maar effectief afstemmen op je omgeving. En daar dan mee spelen en leren van de dynamiek van de omgeving. En dat is wel, daar ben ik wel heel veel mee bezig. Dat is je afstemmen op de omgeving, maar je moet altijd wel kiezen waar je op afstemt. En volgens mij is met hoogsensitiviteit dat soms ook nog wel een uitdaging van, er zijn heel veel prikkels in de omgeving en als je niet aan het goede op het juiste moment kan koppelen, dan kan dat soms heel overwhelming, wat een Nederlands woord. Overweldigend zijn van hoe je daarop reageert. En dat heb ik minder. Dus ik ben niet heel erg gevoelig voor heel veel prikkels. Dat heb ik niet zo erg eigenlijk. Nee, dus jij kan een flinke dosis prikkels aan? Ja. Ja, dat vind ik eigenlijk vaak wel leuk, ja. En dat zoek ik vaak ook gewoon wel op. Ik weet niet of dat per se bij hoogsensitiviteit hoort. Nou, je hebt verschillende vormen van hoogsensitiviteit. Dus waar het in het algemeen op neerkomt, is dat je heel veel prikkels ontvangt en dat je brein dat snel verwerkt en dat je daar ook inderdaad wel moe van kan worden als je niet oplet op de hoeveelheid prikkels die je te teren krijgt tijdens een activiteit of in het sociale leven, hè, wanneer je met vrienden bent of leuke dingen aan het doen bent. Wat ik bij jou zie, wat ik heel boeiend vind, is je ontvangt dus heel veel prikkels en wat jij doet is dat je direct eigenlijk de vertaalslag maakt in creatieve werkvormen. Ja. Ja, het is alsof je een directe doorgeefkanaal bent van alles wat je binnenkrijgt en met je hersenen verwerkt en vervolgens ook echt de behoefte voelt om dat op verschillende manieren tot uiting te brengen of daar iets van te maken. Ja. Ja, en dat is ook een uitlaatklep voor hoogsensitief personen, hè, om creatief bezig te zijn. Oh ja, ja, dat is, zou ik dat inderdaad nog niet echt zo gezien, maar dat, dat is wel, ik denk dat dat klopt eigenlijk wel zo wat je dat zegt, zoals ik daar ook mee bezig ben. Dat is wel dat je, vind ik eigenlijk heel fascinerend aan hoe mensen dat op zichzelf doen. Dat ook, als we bijvoorbeeld in gesprek zijn, dat je gelijk reageert op de woorden die je het zegt en dan dat weer teruggeeft. Dus dat je eigenlijk heel inderdaad heel snel verwerkt wat er gebeurt en daar dan op aanpast. En daar dan dat zeg maar meeneemt in je volgende
volgende woorden die je gebruikt. Dat doe ik ook veel met tekenen bijvoorbeeld. Is dat ik dan... Ik teken dan, maar als je dan... begin ik niet met een idee, maar dan ga ik gewoon tekenen en dan zie ik wat er zeg maar op papier komt en dan pas ik daarop aan. Zodat ik dan weer kijk van, oh, dit lijkt wel een mensje en dat je dan een mensje daarvan gaat maken. En dat je dan juist zo heel willekeurig chaos mee begint en dat dan meer gaat structureren. En dat dan, ja, dus inderdaad zo gelijk weer teruggeeft aan de omgeving. En dat is volgens mij... Ja, Je moet wel heel gevoelig zijn naar je omgeving om dat ook weer snel, om dat weer goed terug te geven, denk ik. En daar dan weer op reageren. Dus er zit een soort dynamische dans, zie ik dat altijd een beetje. Ja, mooi hoe je het omschrijft, want voordat je dat uitsprak, zag ik een dans vormen. Ja. En vervolgens sprak je het uit, dat het een dynamische dans is tussen ja, wat je binnenkrijgt, hoe je het vertaalt en... Ja, hoe je reageert en nou, dat gaat dan zo verder. Ja. Ja, en zo komen we volgens mij ook op het werk dat jij doet. ja, de dynamiek van het systeem, systeemdenken, daar doel je op, denk ik dan. Ja. Ja, dat is, dat vind ik heel, heel mooi en dat reageert, heeft ook een lijntje met die Book of Living, is eigenlijk dat dynamiek voor... mensen heel... Het is een moeilijk onderwerp. Het is een onduidelijk onderwerp, omdat wij volgens mij als mensen in de materiële wereld leven. Dus we zijn altijd zeg maar op dit moment. En die beweging en verandering, dat is iets wat zeg maar over de... Ja, ik wil niet graag over de tijd zeggen, maar door de in de verandering... Komt die dynamiek en systeemdenken is eigenlijk heel erg kijken naar de dynamiek van de interacties. En dat meer op een holistisch niveau. En daarmee probeer ik te spelen. Want ja, ik geloof dat meer, zeg maar, zoals de realiteit werkt, dat het meer in de interacties en in dynamiek en energie zit. Zeg maar, in plaats van echt in de atomen die zeg maar zo statisch in de ruimte hangen. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk een manier van kijken, wat voor mijzelf een soort theorie of een soort framework biedt voor hoe ik naar de wereld kijk en daar dan ook mee speel. En waar volgens mij ook heel veel handvaten zijn te vinden om ja, innovatie te creëren in systemen en tot uiting van creativiteit eigenlijk. Een beetje veel woorden achter elkaar. Zou je een voorbeeld kunnen geven van een case die je tegen bent gekomen binnen de organisatie waar jij werkt? Ik geef vooral workshops en praatjes. Dus ik ben nog wat minder met cases bezig. Maar we zijn nu aan het kijken naar een event over welzijn, eigenlijk. En daar zie je vaak bijvoorbeeld dat... als we het over eenzaamheid hebben, bijvoorbeeld. Is dat je als mensen... mensen vinden het soms moeilijk om te verklaren van hoe eenzaamheid precies in elkaar zit. En daar kijken we dan volgens mij soms een beetje ruimtelijk naar. Maar dat is heel vaak een proces volgens mij van die feedbackloopjes, van dynamiek, van interacties die dan tot eenzaamheid leiden. Dus de mensen gewoon een soort vastzitten in een patroon noemen we dat dan vaak. Dat je zo iemand is... is opgegroeid en die was heel... is gepest bijvoorbeeld. Of hij had moeite met iets. En daardoor is diegene bang voor sociale contacten. En door die bangheid voor die sociale contacten... durft ze niet naar buiten. Waardoor ze geen sociale contacten meer creëert. Waardoor ze meer eenzaam is.
waardoor ze meer minder naar buiten durft, omdat ze eigenlijk gewoon heel bang wordt over de tijd voor interacties met sociale die met socialiteit hebben te maken. Dus dat eigenlijk heel vaak is een feedback loop wat zeg maar zo zichzelf versterkt. Mm-hmm. En we zijn soms een beetje gewend om de tijd te zien als een soort van dat het zo van rechts naar links gaat, dat het zo naar de toekomst gaat. Maar in het systeem denk ik kijk je meer van hoe het zo op elkaar beïnvloedt. En dat mensen op heel veel verschillende vlakken, ook op het geld, ook bijvoorbeeld Rich Get Richer is altijd zo'n bekend iets. Dat je als je geld hebt, dan kan je meer uitgeven en waardoor je meer rijker wordt. Waardoor je meer kan uitgeven en nog rijker wordt. Of investeren, moet ik dan zeggen. Dus dat we kijken naar vaak gaan we dat dan mappen. Dus dan heb je zo'n heel groot papier, gooi je dan op tafel. En dan kijk je van wat al die relaties zijn. En hoe alles met elkaar verbonden is. Dus we gaan juist uit vanuit het holistisch perspectief. Hoe alles met elkaar reageert. En wat dan zeg maar de patronen zijn die daar uitkomen. Ja, ik vond het wel interessant wat je net zei over de persoon die eenzaam is en dat die dan in een feedback loop vast blijft zitten, in feite. En dat is wel boeiend, want als je het hebt over dat we altijd uitgaan van dat de tijd van links naar rechts gaat, dat het altijd vooruit gaat, maar bij zo iemand die dat meemaakt, staat de tijd eigenlijk stil. Want je doet telkens hetzelfde en als ik het even bekijk vanuit traumaperspectief, dan is iemand zit eigenlijk vast in de tijd door de gebeurtenis die persoon heeft meegemaakt. Dus om uit die feedback loop te komen, is het inderdaad ook belangrijk om holistisch te denken van wat heeft er plaatsgevonden in het leven van die persoon? Met wie had hij te maken? Wat was zijn reactie daarop op dat moment? En hoe had je willen reageren? Ja. En dan kom je langzaam uit die feedback loop. Dat vastkomen zitten in de tijd. Ik zie eigenlijk zelf tijd altijd als beweging. Dat is maar dat tijd is een extractie van beweging, volgens mij. En als er niks gebeurt, dan gaat de tijd ook inderdaad niet vooruit. Volgens mij is als je bijvoorbeeld in een woestijn zit en waar niks gebeurt, dan gaat de tijd volgens mij niet vooruit. Omdat er gewoon geen verandering is. En als je systeem daarin vast komt te zitten, in dat zo'n repetitieve iets, dan is er bijna geen tijdsverschuiving te ervaren. Ja, geen tijdsverschuiving. En dan als je hoe meer je gaat experimenteren en juist soort van verschillende paden gaat opzoeken, hoe meer je ook weer die feedback loopt en uit andere patronen kan komen. Dat is natuurlijk wel best spannend helemaal vanuit trauma, maar je kan natuurlijk wel veel. Als je elke keer maar hetzelfde probeert en dat lijkt niet te werken, dat kan heel pijnlijk zijn, denk ik. Maar er zijn oneindige paden volgens mij te maken, verschillende kanten op waar je wel andere feedback weer in krijgt, wat je dan weer kan gebruiken en weer in je eigen systeem kan meenemen. En zo een nieuwe feedback loop kan, absoluut. Kan creëren. Ja, door het aangaan van nieuwe activiteiten, waar zo'n persoon waarschijnlijk heel angstig voor is, kun je nieuwe feedback loops creëren. Ja. Ja, en gaan leven. Ja. Ja, de angst is natuurlijk wel. Is er soms wel een of zo? Het is wel natuurlijk. Ja, zo makkelijk om te zeggen van doe maar. Probeer wat anders en probeer, kijk dan of je daar, maar dan vaak is er wel dan angst om misschien wat te doen en gewoon heel wat anders te doen. Dus je moet dan misschien wel een beetje starten vanuit echt iets waar je comfortabel bij bent, maar dan wel een absoluut. Beetje dat experiment op gaan zoeken of zo. Dat je dan net jezelf een stapje verder zet of in een andere omgeving gaat proberen, dat het dan misschien wel dan wat werkt.
Maar ja, dan, ja, een ander pad vinden is soms ook wel, als je gaat experimenteren met andere paden nemen, of je dan wel met je trauma dan bezig bent, of dat je dan meer eigenlijk aan het ontsnappen bent van naar, om niet terug te kijken, zeg maar. Ja, dat klopt. Maar volgens mij is het zeker goed om nieuwe paden te gaan bewandelen, zodat je leert wat het je kan brengen. En vaak is het ook zo dat het goed is om eerst te werken aan een stukje vertrouwen, weer in andere activiteiten, om daarmee het trauma aan te gaan. Ja. Dus dat je beetje bij beetje moed verzamelt en vertrouwen in jezelf en in je omgeving om de dieperliggende angsten aan te kijken. Hmm. Ja. Maar waar pas jij het systeemdenken op toe? Op alles. Ik heb heel veel dingen die ik doe. Ik ben bezig met een toekomstige wereld over zoveel, ik hoop 100 jaar, waar ik kijk naar nieuwe systemen van hoe de wereld eruit ziet, waar natuur en technologie en meer de waarden van mensen zich hebben ontwikkeld naar een soort utopische wereld. Een soort utopische verkijken, vooruitkijken. Ik speel eigenlijk vooral met concepten als zeg maar, structuur, vloeibaarheid en zeg maar holisme tegen centrisme, denk ik. Zeg maar, op schaal speel ik veel mee. En dat kan je, dat is eigenlijk een soort framework wat je overal op kan toepassen. Dat alles soort van alles is een beetje netwerk en alles zit in een bepaalde structuur en een soort vloeibaarheid. Dus ik kan ermee dansen, ik kan ermee koken en ik kan ermee problemen oplossen, tekenen. Ja, heel veel dingen kan ik het. Probeer ik het soms toe te passen. En dat is vaak ook een beetje mijn experiment. En dan doe ik het en dan doe ik het volgens niet meer. Maar hoe ziet dat eruit wanneer je dat aan het toepassen bent? Ja. Heb je aan welk vlak ben je geïnteresseerd? Koken. Koken, ja. Ik hou van eten, van koken. Mm-hmm. Nou, wat wel interessant leuk is met koken, is dat we bijvoorbeeld we zijn gewend om heel erg in één patroon te snijden. Dus als je bijvoorbeeld aardappels of aardappels. Aardappels, ja, even concreet, aardappels snij je altijd in plakjes. Altijd hetzelfde patroon, homogeen ben je zo aardappels aan het koken. Maar ik dacht een keer van je kan kijken naar verschillende patronen en structuren. Dus ik ging een aardappel exponentieel snijden. Dus zeg maar eerst voor de helft en dan daarna die helft weer in tweeën. Dan die helft weer in tweeën en dan die helft weer in tweeën. En dan in de oven gedaan. En dan krijg je... Dan krijg je één aardappel, zeg maar, die heel groot is en die andere heel klein. En als je dan... dit deed ik dan een tijdje erin. En dan krijg je dus een variatie van hoe al die aardappels gekookt zijn. En dan... dit is een geometrisch patroon dan. En dan, waardoor krijg je sommige aardappels die helemaal perfect zijn, sommige net wat aan de bruine kant en sommige net wat anders. Maar je experimenteert wel en je ziet zeg maar daardoor, omdat je variatie hebt van dingen, wat eigenlijk de lekkerste bereiding is. En vaak is de variatie tussen dingen ook best wel leuk in een gerecht. Dat je dan denkt van, oh, ik heb nu net wat anders dan de andere. Dus ik heb nu een krokant stukje, deze is iets minder krokant, deze is wat zachter. Ja, dan in één in maaltijd. En dan je kan, als je meer naar een dynamisch patroon kijkt, dan kan je kijken naar bijvoorbeeld de volgorde van smaak wat je proeft als iets binnenkomt. Of juist de balans tussen de verschillende ingrediënten. Dus meer naar dynamische of geometrische patronen in soort van het netwerk van wat je eten noemt. Ja, dus als ik het goed begrijp... Je past het systeem denken toe
vanuit het creëren van verschillende structuren en patronen. En wat het oplevert, is dat je variatie krijgt. Ja. Het, nieuwe inzichten. Ja, het variatie. Voor mij is het leven over het algemeen vaak een soort spel tussen variatie en stabiliteit. En heb je soms een behoefte aan het ene en soms behoefte aan het andere. Dus vaak als we inderdaad heel gestrest zijn, dan willen we vaak stabiliteit. Dus dan gaan we ook vaak simpel koken volgens mij. Dus gaan we de aardappels weer snijden zoals we dat kennen en zoals we dat altijd doen. Ja, maar als je inderdaad een comfortabel voelt en een beetje gek voelt, dan koop je nieuwe ingrediënten en maak je een nieuw gerecht. En dan maak je wat anders en dan ga je weer experimenteren. Dus wat jij met het systeemdenken wil stimuleren, is creativiteit. Ja. Dus dat je gaat experimenteren, dat je gaat spelen, dat je tot nieuwe ontdekkingen komt. Ja. En daarmee wellicht ook tot nieuwe oplossingen. Ja, nou ja, wat ik zelf doe en volgens mij daar ook wel goed in kan, is dat ik die zowel het ene als het andere niet soort van doe, maar juist zeg maar het ene doe wanneer het nodig is en het andere doe wanneer dat ook weer dan nodig is. Dus dat soms creativiteit en variatie, dat het belangrijk is. Mm-hmm. Dat ik dan daar ook tussen speel of zo, van juist ook van nou, als het te veel variaties worden, heel snel chaotisch ook voor mensen, ook voor als ik mijn gerecht zou serveren aan iemand, dan denkt iemand wel van wow, wat een raar gerecht, dan is het soms ook te veel. En vaak willen mensen ook weer bepaalde stabiliteit in dingen. Als ik dat idee dat dat nodig is, dan ga ik weer naar die stabiliteit toe om meer structuur te laten zien, dat je meer een soort van houvast hebt. Ja. Dit doet me trouwens denken aan een heel gek bruggetje. Ik kreeg net het beeld dat ik dagen meemaak en dan achter elkaar dat ik alleen maar aan het creëren ben. En dan merk ik dat ik simpeler wil eten. Mm. Okay. Ja, wel gezond, maar simpel. Dat is wel. Ja, en er zijn ook dagen dat ik dan minder creatief ben, minder maak. En dan heb ik juist wel zin om veelzijdig te eten. En dat daar dan weer heel veel verschillende smaken te proeven zijn. Dus dan ga ik daar weer wat meer mijn best voor doen. Ja. Dan heb ik daar ook zin in. Ja, dat is wel interessant van hoe je dat ook de verschillende richtingen daarin in hebt. En dat je dus ook sommige dingen de ene keer wel ruimte geeft en de andere keer die wat minder ruimte. En dat je daar dan ook in varieert. Ja, sommige misschien zien koks dan net andersom of zo. Dat ze dan juist als ze heel veel ruimte geven aan koken, dat ze dan en minder ruimte geven aan de rest wat ze moeten doen. Of en dan andersom. Maar ik ben geen kok, dus dat weet ik niet. Maar ik zie het bijvoorbeeld ook met ik dans ook best wel veel. En dan zie je dat ook best wel, ook wel qua reacties. Dat als ik heel, heel varieer, dan krijg je heel rare, niet repetitief patroon. En dan hebben mensen van, wat ben je aan het doen? Welke stijl ben je aan het doen? Want dat is sowieso vaak mensen denken vanuit die categorieën. Mm-hmm. Dus dat geeft ook heel veel structuur aan mensen. Dat ze zeggen van, hey, welke stijl doe je nou? Wat doe je nou eigenlijk? En dat je dan het wil benoemen. Ja, het wil benoemen. En dat is vaak de richting waar ik niet op zit. Nee. Dus ik vaak vanuit de ik probeer vanuit de realiteit, vanuit de natuur, de wereld te werken in plaats van vanuit labels, categorieën naar beneden, zeg maar. Mm. En dat en als je repetitiviteit hebt, dus een structuur wat zichzelf herhaalt, dat wordt een patroon en dat kan je dan gaan benoemen. Als iets een patroon wordt, dan kan je er een naam aan geven en dan hoef je dat patroon niet meer op te letten, maar dan weet je dat het, dan noem je zoiets en dan
biedt het simpliciteit eigenlijk in, volgens mij. Zo, zo zie ik dat als dat gebeurt. En wat ook prettig is. Ja, dat is ook heel, heel prettig. Want dat helemaal voor communicatie ook. Voor, ook voor in je hoofd. En ook voor ja, om met de wereld om te gaan. Dat is dus dat... Ja, maar zoals je net al aangaf, daar zit jij vaak niet op. Dus als ik het zelf zou allemaal mogen kiezen, dan niet, nee. Maar dat is, heb ik soms ook wel, moet ik zeggen, af en toe wel moeite mee. Hoor. Dat je van het jargon en goed gebruik van woorden, dat het af en toe, dat ik dat ook wel uitdagend vind. Van, dat je dat allemaal dingen allemaal moet gaan onthouden van wat iemand daarmee bedoelt. Mm-hmm. En dat... Maar als ik voor mezelf werk mee bezig ben, dan... Dus ik schrijf ook best veel en dan moet je natuurlijk ook best wel goed op letten. En dat... Wat je opschrijft. Ja, wat je opschrijft en welke woorden je gebruikt en of er dan een correct woord voor is. Ja, dus het heeft allebei zo zijn goede kanten. En ja, vaak is die categorisatie vaak meer met verbinding met anderen. En hou ik meer die vloeibaarheid is meer in voor mezelf of ook in meer expressieve activiteiten. Dus ik bijvoorbeeld als mensen gaan... Wat bedoel je met die vloeibaarheid? Laten we zeggen als je muziek spelen bijvoorbeeld. Of dansen ook. Er zijn ook van die dingen die je niet... Die kan je niet beschrijven. Of zo. Het is zeg maar als je een viool zo... Een bepaalde melodie speelt, dan is dat heel moeilijk om, zeg maar, om dynamiek. En vooral met vloeibaarheid bedoel ik eigenlijk dynamiek. Dus zeg maar de beweging, verandering van een bepaald lichaam. Dus dan dat je ook met dansen of ook met sporten bijvoorbeeld. Het is heel moeilijk om die dynamiek te beschrijven. En dan... De vloeibaarheid is dan een beetje de viscositeit ervan. Je bedoelt hoe het overgaat van beweging naar beweging? Of? Ja. Beweging is meer... Is dan het beetje het fundament. Dus van hoe beweging zo gaat. En dan kan ik bijvoorbeeld gestructureerd bewegen... Of meer, zeg maar, vloeibaar bewegen. Dus met die vloeibaarheid is vaak wel een beetje mijn dingetje. Dat vind ik vaak wel leuk, van inderdaad hoe dat zo... Heeft dat ook te maken met waar jij voelt dat het naartoe wilt? Want ja. Ik denk opeens aan het voorbeeld dat ik graag yoga doe. En ik ga wel eens door een fase dat ik graag online yogalessen volg. Mm-hmm. En dan volg ik de instructies op van degene die ik zie. Maar veel vaker ga ik door een fase waarin ik helemaal geen instructies wil ontvangen. En dan rol ik mijn eigen matje uit. Ik ga erop staan en ik begin met een positie. En vanuit die positie voel ik waar ik naartoe wil. En dan ga ik daarheen. En dan van daaruit weer naar een andere yoga houding. En ik doe waar ik zin in heb. Ja. En zo gaan die bewegingen in elkaar over. En ik hoef niet naar iemand te luisteren. Die, mm-hmm. die zegt dat dan... Ja, weet je, dat je een bepaalde choreografie, zeg maar, doorloopt. Ja. Die persoon heeft bedacht. Maar ik wil dat op dat moment zelf... Ja. Bedenken of voelen wat ik nodig heb, laat ik het zo zeggen. Ja, dat eigenlijk precies, ja. Dat is eigenlijk precies wat ik... Dat kan ik dus ook niet zo goed. Ik kan niet zo goed lessen volgen ook. Pasjes doen, choreografie. Daar ben ik heel slecht in. Ik kan best wel goed het improviseren en het zelf voelen wat je nodig hebt. Helemaal ook met sporten. Dat dan... ik doe dat soms ook wel met mijn vriendin samen, zo'n home workout. En dan... kan ik nog net mijn best, kan ik nog wel sommige opdrachten overdoen. Maar vaak maak ik er dan wel mijn eigen versie van. En als ik dan ergens last heb van in mijn rug of ergens
buikspier wil trainen, dan ga ik heel snel variaties maken of verzin ik aan mijn eigen oefeningen of bewegingen dat ik dan op dat moment nodig heb. Dus dat is dan weer volgens mij een beetje mensen dan wel, ja, weer relatie heeft met weerbaarheid, dat je zo je eigen pad vindt om zeg maar zelf aan te zelf te zoeken wat je nodig hebt en daarin experimenteert weer eigenlijk, ja. Dus dat vind ik de leukste manier om dingen te doen eigenlijk, ja. Ja, ja. En met alles wat jij doet, wil jij toewerken naar een holistische wereld. Een duurzamere wereld. Ja, op alle schalen. Op alle schalen. Ja, dat is eigenlijk het, het idee. Dus dat... nou ja, dit idee, de aanname is een soort van dat alles met elkaar verbonden is. Maar dan zijn er nog wel verschillende manieren hoe je dan duurzaamheid wil noemen. Want als net zoals die woestijn, als die is op een bepaalde manier ook heel duurzaam, omdat daar niks gebeurt en die blijft altijd hetzelfde. Dat is dan die duurzaamheid, die wil je dan eigenlijk niet. Dus nee. Je wil eigenlijk dat er altijd wel beweging is en interactie. En het liefst zo complex mogelijk, of het liefst zo dat er veel biodiversiteit is, om het maar in ecosystemen termen te noemen, is dat je juist veel variatie hebt in een systeem, zodat er dan maar toch wel een bepaalde balans is in de interactie van de onderdelen van het systeem. Dus dat je... En als we het concreet maken en het bekijken op wereldniveau, wat zie jij voor je dat op een positieve manier gaat veranderen wanneer mensen meer gaan werken vanuit het systeemdenken? Of ja, meer gaan bewegen vanuit het systeemdenken? Om dat ook maar weer concreet te beginnen, is dat wat ik nu vaak zie, is dat als je naar een specialist gaat, die dan... Die zegt van nou, je moet gezonder eten en die geef je dan een voedingsschema neer. En dan moet je dan je compleet helemaal dan aan houden. Als je naar een fysiotherapeut gaat, die geef je dan een bewegingsschema neer en dan moet je dan compleet aan houden. En dat iedereen heel erg vanuit zijn eigen professie denkt en vaak dat mensen zichzelf ook de meest belangrijke professie vinden van de wereld, terwijl eigenlijk alles zo zijn eigen plek heeft in het soort van holistische samenleving. Ja. En dat we daar dan meer op elkaar gaan aanpassen en het ook samen een soort van gaan oplossen. Dus als je allemaal ziet van nee, we zijn allemaal onderdeel van hetzelfde. We zijn eigenlijk ook een gezamenlijk doel, we willen eigenlijk allemaal voortbestaan en allemaal iedereen wil blijven leven. Als we dat soort van samen kunnen gaan uitzoeken, dan zie je ook dat oorlog echt bizar is en dat dat we er allemaal dat we elkaar ook heel erg daarin konden ondersteunen, dat we echt heel symbiotisch samen kunnen leven. Als ik jou hoor wat jouw behoeften zijn en jij hoort van mij wat mijn behoeften zijn. Mm-hmm. En dan weet ik bijna wel zeker dat je samen wel een pad kan vinden waar je allebei elkaar kan, ja, met elkaar kan dansen. En elkaar kan voort blijven bestaan. In vrede. In vrede ook nog inderdaad. Ja. Het is een uitdaging, maar volgens mij kan het wel gewoon. Dus het is... is dat gewoon een dynamisch proces. Maar het, dus ik zie daar meer... Dat is wel een goed voorbeeld wat je net gaf over wanneer je naar een specialist gaat met een vraagstuk. En het is ook afhankelijk van naar welke specialist je gaat, wat je dan aanpak krijgt voorgeschoteld. Ja. Ja, en dan is het nog maar de vraag of het bij jou aansluit als mens. Ja, ja, dat ook helemaal, ja. Dat is ook
En of dat dan wel inderdaad de oorzaak is van het probleem en de oplossing die daar dan in zit. Ik moet zeggen, ik heb nog niet helemaal uitbedacht hoe het dan wel een soort van helemaal... hoe je dat soort therapieën dan wel zou moeten doen. Want het is ook natuurlijk best lastig om te zeggen wat de oorzaak is van alles. Ja, klopt. Omdat er verschillende oorzaken kunnen zijn. Ja. Ja. En daar heb je ook weer een beetje net wat holistischer blik voor nodig. Omdat je, ik geloof dus zelf in holocausaliteit, noem ik dat. Dus dat alles met elkaar, alles met elkaar is verbonden. En alle factoren zijn nodig om de toekomst te beïnvloeden. Er zijn heel veel oorzaken, of eigenlijk is alles een oorzaak voor de uitkomsten die er zijn. Stel als bijvoorbeeld dat is niet een beetje een stom voorbeeld nu, maar in mijn boek gebruik ik over een aardbeving en in Marokko is dat misschien een beetje respectloos. Nou, het is niet respectloos, denk ik, maar wel een beetje op het thema. Maar daar moest je net aan denken. Ja, ik moest aan denken en dat is het voorbeeld wat ik al vaker gebruik. Dus dan en is het makkelijkst om het uit te leggen. Maar je kan het ook voor een voetbalwedstrijd zien. Toch de aardbeving heb genoemd. Stel als een aardbeving. En er gaan nu mensen dood. Er zijn mensen dood gegaan. Dan is eigenlijk op een bepaalde manier is iedereen in deze wereld is daarvoor verantwoordelijk. Omdat we zijn allemaal, zowel als je wel wat doet, alsof je niet wat doet, heeft dat een effect op de toekomst. Dus er zijn allemaal, dus hoeveel mensen daar overlijden of het effect van het herbouw, dat heeft allemaal, iedereen draagt daarbij, ook door het zeg maar niet bijdragen. Ja. Dus het is, vaak zien we causaliteit en oorzaak alsof ik doe dit naar dat, dus dan dus is dat wanneer het je iets hebt, ja, wanneer je iets hebt gedaan, ja, dan is er een gevolg. Ja. Maar wat jij zegt is, ook als je niks hebt gedaan, dan draag je bij aan plaatsgevonden. Ja, ja, want die uitkomst, dat is een gevolg van alles wat bijdraagt of niet bijdraagt. Zijn we al in voetbal is dat ook zoiets verschrikkelijks. Dat je zo zegt van dat je krijgt dan de aanvaller, die schiet dan op goal, die maakt dan een doelpunt. En dan zeggen we allemaal die aanvaller, fantastisch, heb je gescoord. Maar een grote bijdrage was natuurlijk die keeper. Die niet heeft beïnvloed. Of die niet die bal heeft kunnen tegenhouden. Dus die droeg een soort van bij aan dat hij heeft kunnen scoren. Ja. Met nog alle spelers eromheen die ook allemaal heel erg van invloed waren. En de coach en de supporters. Ook niet dat er een bommelding was in het stadion. Want elk moment zou ik, zeg maar, elke voetbalwedstrijd kan je zeggen, nou, een bommelding en kan je bijna die voetbalwedstrijd kan je gewoon laten stoppen als je maar goed genoeg je best doet. Dus heeft alles met elkaar te maken. Misschien drijven we nu een beetje af van waar. Maar het is, nou ja, ik vind wel een, als we dat net iets meer zien, ook. Nee, ik vind dat interessant om te horen. En het verduidelijkt het ook, hè, door het te bekijken vanuit die verschillende voorbeelden. Ja, want je kan dan over aan de ene kant over de ruimte kijken. Dus er zijn heel veel actoren bij verbonden. Maar je kan ook heel erg over de tijd kijken. Dus je kan heel ver terugkijken van wat, zeg maar, met elkaar, wat de oorzaken zijn. Dus als je, nou ja, als ik nu een bepaald iets doe, dan heeft dat op een korte termijn. Dus ik neem dit glaasje drinken bijvoorbeeld. Dat komt niet omdat ik dorst heb, neem ik dit glaasje drinken. Maar op de lange termijn is het dat ik je uitgenodigd was voor deze podcast bij jou. Dat ik nou hier zit en dit glaasje drink, zeg maar, heeft ook een. Dat heeft een soort op een grotere schaal heeft dat ook invloed.
En daarmee krijg je dus, kan je ook niet zomaar zeggen, ook een oorzaak geven, omdat je dat altijd terug kan trekken naar veel eerdere paden of veel vroegere, ja, grotere paden. Waardoor je dat ook niet echt kan beantwoorden wat de oorzaak is van iets. Ja, en je gaf het voorbeeld dat je, dat je het kopje vast... Ja. Ja, die volgde ik niet helemaal. Oké. Okay. Misschien zou je het nog een keer kunnen vertellen? De oorzaak dat ik nu zeg maar een glaasje water hier drink, is dat ik dan hier dorst heb. Maar dat ligt ook aan deze context, dat ik zeg maar hier ben in deze podcast. En dat jij mij hebt uitgenodigd. Dus dat is eigenlijk ook een oorzakelijke reden dat ik uiteindelijk hier nou dit glaasje drinken volg. En jij hebt mij weer uitgenodigd omdat ik weer een stuk op grotere schaal of een groot stuk terug, zeg maar, heb ik er weer voor gekozen om dit soort van carrière of levenspad te volgen. Wat weer een oorzaak heeft waarschijnlijk van hoe ik ben opgegroeid, van hoe mijn ouders mij hebben gevormd en ik daar mijn eigen pad in heb gevonden. En zo kan je zeg maar dat helemaal terugtrekken tot ook vorige generaties en tot helemaal het begin van het universum eigenlijk, wat allemaal heeft geleid tot het moment dat ik hier zeg maar dit kopje water aan het drinken ben. Ah, nu zie ik hem. Ja. Ja, al die verbindingen die je net legde. Ja. Ja, dus dat helemaal in echte situaties, want dat proberen we vaak te simplificeren bijvoorbeeld in rechtszaken of ruzies en zo, dat je dan bepaalde dat je echt een oorzaak aan iets wil leggen en ergens op wil zeggen van nee, dat is de oorzaak. Maar dat is eigenlijk heel vaak, is dat een soort complexe waarommoes van interacties. En zijn er vaak wel een soort van grotere patronen te vinden in de structuren die voor de uitkomst. Die voor een bepaalde uitkomst zorgen. Inderdaad. Dus het is... het kan zijn dat het niet correct is... om die persoon als de schuldige aan te wijzen in een rechtszaak. Ja, dat vind ik zelf wel heel, heel moeilijk. En dan weet ik ook niet precies wat daar dan het antwoord van is. Maar als je echt een goed gesprek zou hebben tussen een rechter en een verdachte dan... En je vraagt van waarom heb je dat gedaan? Dan komt hij uiteindelijk wel van tot een soort rationele uitleg van waardoor dat gebeurd is. En dat komt heel vaak omdat door een slechte opvoeding of door een te gebrek aan geld. En waardoor je toch vaak wel kan zeggen van in die context, als je helemaal in de context gaat kijken, snap je vaak. Dus volgens mij vaak wel. Zijn veel misdaden wel te begrijpen. Maar wil je zeggen dat het gebrek aan geld en gebrek aan een gezonde opvoeding, dat heeft natuurlijk ook relaties met in wat voor type maatschappij de ouders zijn opgegroeid, in welke politieke situatie. Weet je, wat heeft er allemaal aan bijgedragen dat die persoon een misdadiger is geworden? Dus die misdadiger is niet de enige persoon die aangewezen moet worden, maar ook factoren die hebben bijgedragen aan dat hij een misdadiger is geworden. Ja, een ideale wereld. Ja. Ideale wereld zou ik dat graag willen, dat je als je zeg maar, normaal een misdadiger een soort van 10 jaar of 1000 euro boete krijgt of zo, dat op een beetje proportioneel wordt verdeeld over de betrokken factoren. Wat eigenlijk dan ook nog eenmaal spreidt over iedereen. Dus elke keer als iemand een misdaad pleegt, dan zou je een soort van iets meer belasting of zo moeten betalen. Als het maar een paar cent is of zo, misschien. Dat zou een best grappig idee zijn. Ja, en dat er geld moet gaan naar het oplossen van de oorzaken. Ja, want dat is ook het, vind ik eigenlijk misschien nog wel het grootste probleem, is dat we die hele tijd naar de oorzaak bezig gaan, terwijl we niet... Terwijl de oplossing eigenlijk het meest belangrijk is. Mm-hmm. Dus dat je... Ik geloof nog steeds dat zeg maar, de misdadiger moet wel een soort van een straf krijgen. Maar die straf die moet wel
die, ja, gedragen worden. Ja, gedragen worden. En die moet juist het op. Meerdere, ja, mensen, meerdere. Ja, en dan dat het ook niet een straf is, maar juist een ja, dat op zich een Nederlands rechtssysteem is. Ik ben er helemaal niet zo bij betrokken, maar ik zou zeggen wel van dat je bezig gaat met de problemen. Dat je niet kijkt naar de oorzaak, maar meer naar de oplossing. En dat dan straf niet is geïsoleerd zitten, maar meer in therapie gaan. En juist dat. Ja. Maar dat is niet zo'n hele bijzondere gedachte volgens mij. Maar het gebeurt nog wel eens veel. Dus dat is. Ik zit ook een beetje te denken of dat dan ook. Of dat dan ook weer te abstract is, maar dat is meer die. Waar denk je aan? Ja, aan een non-lineaire tijd eigenlijk. Dus dat je ook weer dat het. Dat je dus die. Als je kijkt van in plaats van dat de tijd zo gaat, gaat meer, zeg maar, is het een swirl van interacties en bewegingen. Mm-hmm. Dus vaak is het oorzaak. Oorzaak heeft een gevolg, maar dat gevolg dat zorgt weer, zeg maar, voor de oorzaak. Dus dan het. Kip en het ei verhaal, zeg maar, dat het vaak een bepaalde cyclus is. Dus vaak als je aan de uitkomst werkt, dan werk je ook aan de oorzaak. Ja, dus daar ging dan mijn brein een beetje. Je brein natuurlijk, ja. Dan wil ik het nog even met je hebben over de natuurlijke principes die je overdraagt in workshop vorm. Oh, ja. Hoe doe je dat? Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja. Ja, er zijn natuurlijk veel verschillende natuurlijke principes. Maar één wat nu ook al best wel terugkomt in het gesprek tot nu toe is die cycli van ritmes en patronen die, zeg maar, vaak terugkomen en die de natuur ook heel fijn vindt. Dus hoe dan dat wij als mensen heel erg zijn afgestemd op beweging van de zon en de beweging van de maan. En hoe onze hele samenleving zo'n dag- en nachtritme heeft aan de hand van de natuur. Dat is eigenlijk het meest, ja, vaak een beetje de basis. Daarnaast heb je ook dus de fractale structuren, vind ik heel interessant. Dat zijn van die, zeg maar, van die vertakkingsstructuren die eigenlijk overal in het universum voorkomen. Dus dat je een boom hebt die vertakt in takken en de takken vertakken in takken en de takken vertakken in takken. dat zie je eigenlijk dus overal. Dus rivieren die vertakken, je bloedbaan die vertakt, je hersenen die vertakken. Ook op verschillende schalen heb je dat ook. Dus dat je van een wegennetwerk die vertakt bijvoorbeeld ook. En daar heb je dan ook verschillende verhoudingen van. Je hebt dan, zeg maar, één grote, vaak een grote. En dan heb je twee kleine, zeg maar, takken. En dan heb je vier kleine takken. 8, 16, zeg maar, zo exponentiële groei. En dat zie je dus ook in heel veel structuren terugkomen. Dus als je vaak, je hebt dan één stad en heb je dan twee middelsteden eromheen liggen. Ja. En dan vier kleine dorpen en dan tot, zeg maar, de wijken en dan de huizen, ja, en dan de kamers daarin. Nou, dit heb je geobserveerd. Ja. Dus dit is een natuurlijk principe. En wat kunnen we daarmee? Ja, wat kan je daarmee? Je kan daar heel, heel praktisch. Kan je kijken naar of die verhoudingen, heel praktisch, business-minded. Ik zou het zelf niet zo snel doen, maar je kan wel kijken naar of die verhoudingen kloppen. En als je dan kijkt van, er zijn wel mensen die kijken van, hoeveel benzinestations zijn er aan de hand van deze structuur. Dat er zoveel in de stad zoveel zijn en wat dan zoveel. En als er dan, zeg maar, een mismatch is, dat je dan, zeg maar, daar een benzinestation opent. Dat is dan heel. Heel praktisch. Heel praktisch, ja. Voor design werkt dat ook.
Dus dat je kijkt van nou, wat zijn de verhoudingen in die structuren. Dus dat je dan mensen vinden dat soort structuren ook heel fijn. Natuurlijke structuren om te zien. Er is ook wel best wat onderzoek naar. En dat ook van die rockclaw vlekken, hoe heet die vlek ook weer? Ik weet wat je bedoelt. Ja, nou ja, als die daar zit. Aan de ene kant heb je zeg maar van dus mensen die herkennen meer, zeg maar, die moet je dan patronen, een soort patronen moet je dan identificeren van wat het dan. Moet je dan associaties mee hebben van wat je. Je ziet dan zo'n soort inktvlek. En dan kan je zien of er een. Moet je dan, nou, is, wat je erin ziet, of je dan een kangoeroe in ziet, of een gezicht, of een iets. En dan is als je zo'n bepaalde fractale structuur hebt, dan zie je daar, als je fractale structuur in zit, in die verhoudingen, dan zie je er heel veel dieren in. Dan zie je heel veel associaties. En als het dan aan de andere kant heel erg te chaotisch is, dan zie je er niks meer in. Als het heel gestructureerd is, dan zie je er ook weer niks in. Maar er zit een soort tussenstructuur in. En daarin zie je, heb je dan veel associaties. Dus als iets. Dat is ook wel een lang verhaal, maar als iets te structuur. Ja. Ja, maar dat komt dus weer terug op het systeemdenken. En ja, hoe jij makkelijk denkt vanuit ga experimenteren. Ga van de gebaande paden af en ontdek wat er nog meer mogelijk is. Ja, over het algemeen denk ik vaak in dat soort vertakkende paden die een verbinding proberen te maken met de omgeving. Je hebt bijvoorbeeld zo'n schimmel die. Dat vind ik heel interessant. Die spreidt zich gewoon willekeurig zo uit over de omgeving. In hele dunne paden. Mm-hmm. Dus die. En als hij dan ergens voeding vindt. Dus hij doet allemaal willekeurig een soort van. Gaat hij een richting op. En als hij voeding vindt. Dan zorgt dat er voor een nutriëntenverschil in die takjes. Yeah. En dan gaan al die andere paden gaan zeg maar dood. Oh ja? En dan wordt die ene pad naar het voeding, zeg maar, die wordt heel sterk. En heel daar wordt dan alle energie naartoe gestuurd. Mm-hmm. En is hij bij de nieuwe voeding. En dan spreidt hij zo, als hij dat soort van op heeft, dan spreidt hij zo weer hele andere kanten op. Om op zoek te gaan naar het volgende stukje. Ja, want waar hij voeding van kan krijgen. Ja, want zijn informatie is gewoon, als er voeding is, dan is er waarschijnlijk meer voeding. Zo, dus dan. En dat is ook best wel een goede feedback methode. En dan spreidt hij zich weer uit. En dan maakt hij zo ook hele efficiënte paden naar meer voeding toe. Goed, om de Energy Talk af te ronden. En van alles wat je doet. Ik kan me voorstellen dat je van elk aspect wel heel veel energie krijgt. Maar schiet jou nu iets te binnen waarvan je denkt, nou, dit geeft me op dit moment heel veel energie. En voldoening en plezier. Ja, er zijn wel verschillende dingen. Ik ben nu mijn boek aan het afronden. Daar ben ik eigenlijk wel heel soort van blij mee. Wel fijn dat dat nu allemaal eruit komt. En ook wel met soort van mijn laatste tekeningen bezig. Die ook een beetje alles bij samenwerken brengen of zo. Dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Maar wat hij ook al even eerder over toen zei ik dat ik dansen eigenlijk heel leuk vond. En dat vind ik ook wel echt heel fijn. En ik ga binnenkort met mijn vriendin een lange reis maken. Daar heb ik ook heel veel zin in. Ja, leuk. Waar gaan jullie naartoe? Nieuw-Zeeland. Geweldig. Ja, dat lijkt me wel echt heel mooi, ja. Veel dingen om energie van te krijgen. Zeker. Nou, fantastisch. Leuk dat je daar allemaal mee bezig bent. Hartstikke bedankt voor deze Energy Talk. Dankjewel. Ik heb er veel inspiratie door gekregen. En ik begrijp nu wat het systeemdenken inhoudt. En hoe we het kunnen toepassen. Om tot oplossingen te komen. Ja. Ja. Cool. Nou, leuk, dankjewel. Yes. Thanks.